Het is een hele fijne plek om te zijn, midden in de bossen, midden in Nederland. Better Meetings is een bijzondere locatie, een bijzondere plek. Het is aan de ene kant een dagje serieus je werk doen en aan de andere kant lijkt het ook wel een dagje uit. Want mensen gaan hier over het algemeen ontspannender de deur uit als dat ze binnenkwamen. Ja, de succesformule van Better Meetings zit hem vooral in de mensen die er werken en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Nou, dit is fantastisch. Als ik hier elke ochtend vroeg het bos in kom rijden, of het nou winter is of zomer, dan... De zucht komt dan en dan denk ik, ah, wacht weer. Het leukste van mijn werk vind ik echt met jongeren werken. Je kan ze iets meegeven. Jongeren krijgen hier onderwijs, uit speciaal onderwijs, die leren hier koken. Bijna iedereen die bij mij binnenkomt, heeft geen diploma. En dan heb ik het over mijn vaste personeel. I've never worked in a professional kitchen. So for 2 years he literally taught me what was required. One of the most important lessons that I've learned here is about trust and trusting in people. He gave me a chance. Je hoeft het hier niet te spelen. Snap je wat ik bedoel? Pand nodigt al uit, de plek en dan ga je mee. In die flow. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik word ontzettend blij van de mensen die hier werken. Echt hoor, dat is echt familie. Dat is echt heel gek. For me, sustainability is extremely important. Less food waste, less plastic, and then actually forcing our suppliers to also find a way to adjust to our vision. And it is not easy because the world works in a certain way. But if you do not disrupt it, it's not going to change. So when I joined, I decided that, well, we are going to be 90% vegetarian because I think that's good as a healthy diet. We want to be a force for good in the world, and the people that come here are like that. So when good people meet, good things happen. I'm in the middle of nature, and I am in the middle of great people. And so every day at work is kind of a party for me. So they're paying me for just being happy, which I love. Wat ik de wereld gun, is meer bedrijven zoals dit. Want met een bedrijf zoals dit, een winstgevend bedrijf, ontstaat er ook een platform waardoor er heel veel meer mensen geholpen worden. It's about education, it's about inspiring other people, it's about actually helping causes that will educate other people to be better. Better Meetings heeft een goed doel, Bus Women. Afgelopen jaar hebben we een donatie kunnen maken van bijna 40.000 euro. Dat is echt gigantisch. En als je weet dat je voor ongeveer 6 euro een vrouw kan helpen aan een gedegen toekomst, is dat gewoon is waanzinnig natuurlijk. Elk bedrijf kan wel iets doen. Er is niks verkeerd om wel te blijven zoeken. Ik heb nog nooit zo'n werkgever gehad die zo dacht. Ja, fantastisch. Ik zou niet anders meer willen.